Zo, maar ik denk dat je eerst gewoon een plekje kan gaan zoeken. En dan ga je inchecken. Beetje moeilijk. Ja. En hier heb je inderdaad de burger. Ja, dat zijn die hotelkamers. Ontzettend vies. Ja, het is wel verhard. En waar staan we dan? Oh, hij staat. Nee, dat komt goed. Stay in Lee. Stay alive in Stay in Lee. Leuk. Ja, opeens komen alle schapen op ons af. Volgens mij denken ze dat we ze eten komen geven. Ja, volgens mij ook. Hey. Hey, jongens. Kom maar. Ik heb een ontdekking gedaan. Nog nooit van mijn leven gezien. Jij? Nee, het is echt. Kijk mijn ogen uit. Ja, première. Maar ik heb hier een machine naast me. En ik weet niet of je het kan zien. Die komt uit Wapsen. Het is een stratenmakervervangingsmachine. Oftewel, een machine die zelf. Straat. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Ik ga hem even filmen, let op. Je legt dus, zelfs met een soort patroontje erin, hier, een wandelpaadje ernaast. Als een soort deken legt hij dat neer. Nou, zoiets wel eens gezien? Jij zoiets wel eens gezien, Do? Nee, Tip, heb jij dat gezien? Dat in Drenthe. Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Ik vraag me alleen af hoe dat daar komt. Of dat mensen zijn die dat in een patroon leggen. Ja, dat zal het wel, want die pellets staan er niet voor niks. Nee. Ik denk dat mensen net zoals, hoe noem je dat? Zo'n spruitenmachine erop zitten. Ja. En ik heb er geen verstand van, maar ik vind het wel heel kunstig gemaakt. En ik denk dat dat menig rug in de toekomst gaat sparen. En dadelijk is dus stratenmaker geen zwaar beroep meer. Ja, ik ben niet zo van de beoordelingen van camperplaatsen. Maar deze is sinds, hoe lang open, Do? Ja, nu sinds 24 april, dus een week. En je hebt stroom, 16 ampère, dat is op zich best veel. Water op je plek. Een put, zoals je hier ziet. Oeps. En elektriciteit, wifi hoort erbij. En het kost 17,50. Maar ze hebben natuurlijk ook nog een apart hok. Achter ons. Oh ja, sanitair hok. Sanitair, en daar zit zelfs ook een wasmachine en een droger in. Ja. Tegen betaling uiteraard. Ja, goed, zit er toch maar bij. Ja, ziet er ook heel netjes. En dan hebben ze ook nog, nu niet vanwege de corona, maar de achterste plekken, het zijn er geloof ik vier, daar zit normaliter een privé sauna bij, zo'n ronde, oh ja. Ronde ton. Ronde ton. Mooie Drenthe, hè? Ja. Dat is ook een hele mooie provincie. Ja. Ik spreek er wel een hek over, het is zo rustig hier. Nog geen hunebed gezien. Een roosje voor een roosje. Ja, ik weet hoe het gaat, hè?
Maar het zijn geen roosjes, Harry. Oh, tulpen. Sorry. Dan kunnen wij er wel op. Bestemming bereikt. Nou. We zitten nu in Erica, met een C, op camperplaats de Bergweide, maar het is nee, de Akkersweide. De Berkenweide. Oh, de Berkenweide. En zoals je ziet staan er ook wel weer genoeg mensen hier. Hartstikke leuk. Die meneer daar die komt uit Den Helder. Oh. En het was een vrij smalle doorgang. Ik zal hem zo eventjes filmen. Doei. Kunnen lopen. Mooi verhaal. Ja, mooi verhaal. Niet gehoord zeker. Jawel, jawel. Kijk, hier moet je dan doorheen met je campers. En normaliter is dat niet zo'n probleem. De breedte gaat ook wel, maar het is een beetje de hoogte. Ja, en kijk, deze boom gaat een beetje naar binnen. Ja. En die gaf het probleem. Oh ja, dit kleine boompje. Ja, ja. Die. Nou, dat is een uitdaging. Maar, als je er dan eenmaal bent, dan komt het goed. Oké, we gaan de wijde wereld in. Denken we. Ja, is toch wel weer mooi. Hè? Je mag langs de slootkant lopen. Langs de slootkant, ja. Oké. Hier hebben we hem, de Berkenweide. Nou, ook hier is weer hartstikke mooi. In het... is dit nog Drenthe? Ja. Drenthe. Mij midden Drenthe of zo. Het Drentse land. We hebben de indruk dat we een beetje verdwaald zijn. Verdwaald en een beetje wazig beeld hebben we. Ja, dat hebben we ook. Maar misschien als ik omdraai, hier wordt het al wat beter. Nee, het wordt weer slechter. Okay. Zie je dat? Ja. Het is een beetje met tegenlicht. Nee, het is niet geen tegenlicht, want de zon is daar. Maar waar zijn we? Ja, geen idee. Er loopt hier een oud spoor. Waar moeten we heen? We staan voor een splitsing. Blijf volgen waar we uitkomen. Wat je hier had, ja, is het Smalspoormuseum. Hier? In Erica. Ja. Zou dat hiermee te maken hebben? Ja, ziet er smal uit. Ziet er smal uit. Oké, okay, we gaan weer op pad. We weten niet waar we uitkomen, maar we zien het wel. Doei! Tenminste, doei. We gaan eventjes laten zien dat we voor de splitsing staan, maar we gaan linksaf voor de kijkers thuis, rechts. Hoop is het slecht. Links of rechts? That's the question. Tip zeg jij het is. We gaan linksaf. Voor ons dan. Waarom zou je hier niet mogen komen? En daar vervolgens weer een bordje. Ja. Maar misschien heeft het met het spoor te maken. Ja. We gaan weer naar links gaan. We zijn een beetje verdwaald. Muggen, jongens. Nou. Oh, do. Heb je er last van? Ja. Dit is een beetje een voorproefje op, nou niet, op Zweden. Hopelijk. Want dat was afgelopen vorig jaar, toch? Ja. Weet het nou goed, lijkt alweer zo lang geleden. In het voorjaar, dus dat doen we niet zo snel meer. Als het goed is, zitten er in september niet zoveel muggen meer. Nee. En het was in de zomer, Rick. Ja, de zomer. In de zomer, Rick. Even opletten, ja. Even opletten. Nou, we gaan onze speurtocht verder afmaken. Hopelijk komen we geen boswachter tegen. En voor alle boswachters die kijken, mijn diepste excuus. Maar we zijn verdwaald. Nogmaals, we, inderdaad. Doei. Ik wil heel eerlijk zeggen dat ik wel heel blij ben dat we zo ondeugend zijn. Want het is een super mooi gebied. Zo, eroverheen. Je moet zo gebruik maken van deze steen. Ja. Maar eerst klim hierop. Kijk uit, dit is scherp. Ja. Tot bijna die.
Tot die. Ja. Ja? Dan moet je één voet, nee, één hoger. Ja. Eentje hoger. Nee, dat gaat niet. Jawel. Waarom? Ja, en dan, nee, je moet draaien. Je voet moet naar binnen toe. Ja. Je voet moet echt naar binnen toe, hè? Ja. Anders val je. Ja. Ah, wat een galante. Wat een galante actie, zeg. Zo gracieus. Prachtig. Nou, gered. Joehoe! Heel goed. Nou, dat viel niet mee. Dat is echt een verboden toegang. Ja, geen idee. Wat een heftige... Oh, weet je wat het is? Nee. Jachtgebied. Jachtgebied. Jachtgebied, natuurlijk. www.knjv.nl. Ja, nou, daar heb ik er spijt van. Dat ik er gelopen heb. We lopen nou, we hebben de weg gevonden hoor. We zijn nu onderweg naar de camperplaats. Zo, ja. Wat heb je nou gekookt? Ik heb een pizza gebakken. Zo, dat is knap. En hij kwam in een doos aan. Jeetje, nou, uit de oven. Ja, niet te geloven. Hé, hey, tip. Mooi dat. Ja. Thuisbezorgd. Jongens, het is één grote gezellige boer hier. Alle gasten die zitten gezellig met elkaar. Totdat de pizzaboer kwam en toen moesten wij helaas naar binnen. Afhaken. Maar geen straf hoor. Hé, Do? Heerlijk. Hij ruikt lekker. Buon appetito! Buon appetito!